money that I don't accept. Zo jongens, tot jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ja, ik film nog altijd met mijn gsm. Camera kabel hebben we nog niet gevonden. Ik ben een gameplay aan het bewerken. Jullie zien al op de achtergrond zo iets heel raar. De video staat erop. Als ik het in beeld kan brengen. De video. Ik heb persoonlijk geen titel gedaan. De video. En zien jullie een soort van gsm. Komt dit leuk aan? Vandaag als gameplay om 8 uur. Wacht, ik even focussen. Oh, ik krijg mijn gsm niet gefocust. Ik hoop dat ik goed gefocust ben, anders heb ik een probleem. Maar ja, ik heb dus een video, een gameplay weer opgenomen voor dinsdag. Misschien neem ik er vandaag nog een op voor woensdag. Of zelfs 3, dan neem ik nog op voor dingen, maar dat denk ik niet dat mijn gsm dan een gigabyte gaat halen. Dus ja, zien we morgen nog wel. Zien we zoiets nog wel. Als deze gameplay, ja, dat is, ik wil eerst deze gameplay klaar hebben. Dan pas kan ik aan het tweede werken. Want ik wil zien dat ik het geëdit krijg, want als ik het niet geëdit krijg, moet ik sowieso aan een tweede werken voor toch nog een video op dinsdag te hebben. Maar ja. Statief brak de justineels in de dingen. Maar het ding is, dit is omgeplooid geweest. Dus dat staat niet meer zo recht als dingen. Ik weet ook niet wat dat dat omgeplooid geweest is. Ik ga even dat licht uit doen, want het geeft tegenlicht aan. Oh, wacht. Oh, dan moet ik dat weer goed zetten. Ah, voilà, nu uitschakelen. Tot deze. Ik weet dat mijn camera wel soft heeft. Ik ga even licht naar hier draaien. Ik heb hier zo'n licht staan en die kan draaien normaal. Maar dan draai ik hem wel gewoon zo. Voilà. Dus deze is een beetje... Zie, dat is niet meer 100% recht. Dus ja. Nog een paar minuten en dan kan ik verder editen eraan. Dus ja, ik zie jullie gebied terug. Yo, hallo, ik ben terug. Oh, mijn hart, jongen, ik had bijna de webcam verwijderd van mijn nieuwe gameplay. Oh, mijn hart was aan... Huh? Wat? Dat was even spannend, hè? Jezus, maak dat mee. Het ging eens proberen de webcam verwijderd of zo. I don't know. Oh, ja, ik zie het gebied terug. Ik moest dat even gezicht hebben. Tot ziens. Oké jongens, deze gameplay moet ik 3 keer renderen. 1 keer voor de gameplay in elkaar te zetten. Dus ja, ik zal het al vertellen. Het is Clash Royale. En ik heb mijn gsm gepakt. En Clash Royale daarin gezet omdat het een rechtstaande game is. Dus ja, heb ik dat zo gedaan. Dus ja, dan moet ik eerst editen dat dat in mijn scherm staat. Dan moet ik mijn webcam editen. En dan op het laatste edit ik ook mijn intro. Mijn intro edit ik apart nog. Omdat dat mijn speciaal dingen is. En anders verschuift mijn webcam altijd. En verschuift dat. En nu hangt mijn webcam al eraan. Dus kan ik dat voorstuk, dat op het begin zie, bij mijn vlog zie ik ook een voorstuk op het begin, kan ik dat dan editen al met de webcam erop, want dan is het al gerenderd. Dus ja, dat bedoel ik. Dus ja, nog even verder editen. Het is al 7:50, dus het is al heel rap, bijna tijd. Dus ja, ik weet niet dat ik nog een tweede gameplay kan opnemen, want ik moet ook zien dat ik nog iets voor mijn vlog kan doen. Ja. De gameplay kan nu eens niet erg voor te missen, maar een vlog zal ik wel willen elke dag proberen te doen. Dat heb ik al een paar keer moeten missen. 2 keer denk ik ongeveer, of 3 keer. Nee, 2 keer. Ene keer dat ik niet kon vloggen, dat we met iets bezig waren, of ik weet al niet meer wat dat was. En de tweede keer
omdat ja, de video dat ik had copyright kreeg, of iets, een soort van copyright kreeg. Dus ja, en ik kreeg, en de video ging over dat ding dat ik over copyright kreeg, dus. Dus ja, dat kon ik niet terug opnieuw maken, dus ik heb gewoon het getal van die video opgeschoven naar de vlog van de dag daarna. Dus ja. Is hij anders? Kan ik niet aan doen, hè? Is hij nou aan het filmen vanavond? Ik kijk dat graag al daarna dat hij nou aan het filmen is. Dat ik niet aan het opnemen ben. Voor niks. Voor de rest weet ik niet wat ik vandaag allemaal ga doen. Misschien krijg ik het kabeltje vandaag, dat weet ik niet. Ik ga het vandaag nog eens vragen. Ik hoop dat ik ze niet lastig vond. Want ze hebben net naar de gynaecoloog geweest. Voor de scan van de baby, dat baby zijn hartje klopt en hoe dat babytje eruit ziet, dat is kei schattig. Ik kan de beelden niet laten zien, net als privacy, als je het wilt zien. Ik denk dat het wel op Facebook wordt geüpload, dus ik zal delen op mijn Facebook en op mijn Facebook kunnen zonder te volgen mij op, kunnen dat daar ook op zien. Ik zal het zien dat ik het ook op Instagram kan delen als mijn papa het op Instagram zet. Dus ja, dan zien jullie dat daar ook op. Ja, volg me even op Instagram en op Facebook. Linkjes van Facebook en Instagram staan op in de beschrijving. En ik denk dat mijn mama de foto erop heeft gezet. Want ik krijg net iets van Facebook binnen. Dus ik kan u even zien. Yo, ik ben terug. Ik heb net terug een gameplay opgenomen. Ik moet in deze nog editen. Mijn vorige moet ik nog een beetje editen. De inspanning kan ook niet zetten. Dus ja, dan moeten we dat even doen. Hups, oké. Hupsa, welk stuk ga ik gebruiken? Oh, veel. Goed dat ik het goed geëdit heb, want ik heb net mijn webcam verwijderd. Het zou kak zijn als ik het fout heb gedaan. Ik pak zo'n stuk waar ik verlies, denk ik. Voordat ik win. Ik weet niet. Ja, hier. Dit stuk. Dit stuk is goed. Deze. Hup. Deze is goed. Daar. Vernietigen. Yes, oké. En nu pakken we mijn intro. Even mijn intro zoeken. Hier staat dat intro. Hup, naar voren. Deze, hup, overgang. Laatste, deze, hup, witch, hup. Cats. Oké, ja, dat is gedaan. Renderen naar YouTube. En dat is ook weer gedaan. Voilà. De intro durft nu niet zo lang voor erin te zetten. Dat is gewoon de overgangen checken en het beginstuk checken. Dat eind, dat. De hele video, dat heb ik al te juist gecheckt. Wanneer bij de eerste en de tweede edit. Dus ja. Jongens, nu weet ik echt niet wat we gaan doen. Allee, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want dan weet ik wel wat we gaan doen. Dus eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik niet weet wat we gaan doen. Oh, ik weet echt niet wat ik ga doen. Deze vlog, wat kan ik nu doen? Er is niks in mijn kamer. Wij kunnen misschien even neerzitten en even zien dat deze bank goed zit. Ja, deze bank zit veel beter. Ben ik toch op een idee gekomen, jongens? Hebben daar misschien geen tijd meer voor, maar ik ga het toch nog doen. Mijn staander erbij pakken. Dus ik ben op het idee gekomen voor, als jullie dat zien, voor hier. Wacht, ik ga eens zien dat je... Ongeveer, jullie zien dat ongeveer. Hier ga ik een dingen spannen, dat blijft zitten, want dat schuift de hele tijd naar voren, valt dit eraf en bla bla bla. Dus ik ga zorgen dat blijft zitten. Dus ik moet eerst even touw hebben. Moet ik even zien dat ik touw vind. Ergens ligt hier wel touw. Als je mijn video's al gekeken hebt, weet je hoeveel touw dat ik heb. Ik heb zelfs 3
dingen touw, twee korte touw vol nog. Hier, rood touw, dus ziet er wel mooi uit. Dit is nog een afgeknipt stuk. Is er hier nog een stuk vrij? Ja, vanaf hier. Iets. Dus dan moeten we dat even zien. Dus we moeten dat eerst maar eens onder erdoor kunnen steken. Oh, dat gaat nog moeilijk. Die pakken ga ik even moeten draaien dan. Anders kan ik dat. Ja. Oh shit. Dit gaat echt moeilijk worden. Nee, ik vind het nog niet. Ik heb even een groter koord moeten pakken. Voor het door te kunnen streken. In de bak! Nee, ik heb nog vast. Ah, dat is echt irritant. Dat dat niet gaat. Wat, stikken niet, hè? Wat? Wait a minute. Ja, ik heb het. Yes, dat is al één bak. Waar dat ik het heb door kunnen steken. Ah, ik heb van onder bakken staan. En dan moet ik daar door. Drukken. Allee. Allee, jongen. Ga nu mee. Allee. Yes. Oké, dit moet ik een beetje uitrollen. Langs hier heb ik het al kunnen uitleggen. Ik ga het niet loslaten, want dan heb ik een probleem, denk ik. Maar ik moet het er langs hier nog doorkrijgen. En dat gaat wat lastiger worden. Ik ga het toch moeten loslaten, anders gaat het niet lukken. Hè? Hoeveel deken ligt hier ook? Oké, dat is al gelukt. Nu moet ik het van hier tot hier vastmaken. Dus nu moet ik even. Dat vastmaken. Oh ja, zo. Het zou makkelijk gaan. Tweede koord erdoor. Hupsakee. Hupsa. Normaal zit dat nu wat beter. Moet je het nog wat beter steken, maar eerst moet ik hier wat afknippen. Voilà. Een stuk wel gaan moeten plooien voor de dingen voor het ietsjes strakker te maken. Wacht, mijn vinger zit vast. Ik ga dat met mijn pink moeten doen. Voilà. Huh? Nee? Huh? Oh, nee, jongen. Ik dat nu vast is in de hand lopen. Ja. Laat is het. Ja. Mooie tijd. Als jullie niet snappen van wat dat ik voor dingen maak, ik snap het ook niet. Dus het kan zijn dat nu gewoon ineens uit het niets losspringt. Maar het is toch gelukt een beetje. Ik heb het een beetje strakker kunnen maken. En het komt er los, dus ja, geen nut. Maar ik denk dat ik hier langs onder kan daaraan trekken. Dan kan ik een heel stuk afknippen van onder. En dan kan ik dat terug bij elkaar plooien. Voilà. Waar is dat anders? Oh shit, is dat nu aan? Huh? Hallo? Oh, thanks. Allee, zeg. Hoe pak ik dat op, jongen? Oh, dat is mijn camera waar ik aan te filmen ben. En een andere is niet aan het renderen. Hier is de koord. Hier is de koord.
Oh, dat wordt moeilijk voor dat aan elkaar te knopen. Wat heb ik gedaan? Doe maar. Oké, dat is één. Vast er binnen zo. Ja, van. Nu heb ik dat vast normaal. Oh, dat is terug los. Alle jongen, ik kan daarna. Allee, godverdomme. Dat kort heeft meegetrokken. Aha. Oh, dat is moeilijk. Nee, dat is echt. Oh, dat gaat niet lukken, zo. Okay. Nee, dat gaat niet lukken. Huh? Hoe kan dat nou? Ik heb dat gezien. Dat ze dat zo vastmaken mentaal. Of doe ze dat? Ja, achterkant kan ik niet meer halen, dan moet ik dat helemaal los trekken. Dat is even moeilijk voor terug vast te maken. Ik heb nu geen zin voor moeilijke dingen. Dus. Oh jongen, jongen, waarom? Waarom moet dat niet werken? Dat is zo beter gezeten, nu komt dat altijd zo naar voren. En dat is zo lastig, hè. Als je nou moet zitten, dan na een tijd zit je op de grond en dat het helemaal naar van voren geschoven is. Dus ja, ben ik al 10 minuten aan het opnemen. Ah ja, maar dat is ineens rap voorbij. Moet ik nog eens zien dat ik dat nog eens kan doen. En dan beter vast kan maken, niet meer zo sloes vast. Ik ga het gewoon anders doen. Naar daar gooien. Zien dat ik deze hier kan erdoor steken. Allee jongen. Allee, hoe kan dat nou? Jezus, tegen dat dat daar stikt is het al 5 uur of zo. Het is al 9 uur. Nee, ik hoor daar blijven. Jij komt mee uitgerold naar boven. Deze keer ga ik jullie hoespannen. Nou, dat had ik daar ook gedaan en het was zo los als ik dat. Dan heb ik dat ook hard gespant en dan bleek dat dat los zat. Dat is echt moeilijk. Dat gaat gewoon niet. Kutting. Ah! Ik zweet altijd bij zo van die. Allee. Van die dingen. Hè. Allee, hoe zit dat hier met die. In koord. Ik ga dat even eerst los, heel los vasthangen. Allee, huh? Maar ik kan niet meer knopen in heel zo vol is dat. Ik kan niet meer knopen in heel zo vol is dat. Erg. Oké, okay, zo is het. Oh, Jesus. Okay, ik heb het bijna, jongens. Kijk, ik heb het.
Zit nu vast. Nu moet ik het alleen nog maar goed trekken naar die kant, zodat dat blijft zitten zo. Yes, jongens. Het is klaar. Nu nog het grote probleem. Je moet dat daar gaan overtrekken. Hè? Dat lakentje. Maar dat doe ik morgen wel. Zo. Dat vind je niet meer in. Tja, het is al half. En ik heb nog geen vlog. Hè. En ik heb mijn vlog nog niet kunnen editen. Ja, dat is een. Wacht. Dat is gaat blijven. Tja, dat is een probleem. Dus ik ga even een vlog editen. Dat duurt altijd wel langer. Dus ja, dan moet ik zien dat ik het juist edit en zo. Dus ja, wordt lastig. Oh, jongen, jongen. Dus ik zie jullie spieten, dus ik heb last van mijn voet. Tjo jongens, ik ben terug. Ik ga mijn vlog eindigen. Tof dat jullie gekeken hebben naar deze vlog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Dat zal me heel blij maken. Morgen zie ik nog wel wat ik ga doen. Morgen is dinsdag. Dus ja, ik weet niet echt wat ik ga doen. Misschien kan ik met mijn volle camera filmen. Dus ja, ik zul jullie bieden. Ik zul jullie morgen terug bij mijn vlog om 4 uur. En gameplay om 8 uur. Maar kan ik niet met mijn vingers nadoen. Dus ja, laters.